In april 2024 start de versterking van deze brug op de A7 bij Purmerend. Wat er aan de hand is, is in de pijlers van de brug, daar zit te weinig staal. Daarom moeten we staal toevoegen aan het beton. En hebben we weer een robuust constructief viaduct met een toekomst van 30 jaar. Tijdens de werkzaamheden wordt flink wat hinder verwacht. En er wordt zelfs aan automobilisten gevraagd om niet de weg op te gaan. De A7 is druk en wordt tijdens de werkzaamheden eigenlijk alleen maar drukker. Dus het advies van ons is, werk thuis als het kan of werk anders. Dit is wel Champions League als je praat over het aantal maatregelen en hoe we dat oppakken. En waar het ook gewoon heel hard nodig is. Wat we doen is per pijlerset gaan we aan de bovenkant het asfalt van de weg halen, zodat we bij het beton kunnen. Hier zit een soort diamantgrind, zijn ze gelast. Ja. En ja, diamant is het sterkste materiaal op de wereld. Dus dan gaat hij gewoon echt door alles heen. En dan gaan we boren. Dat doen we met 48 boorders tegelijk. En die gaan simpelweg gaten boren. Tussen de bestaande stalen wapening door. En dit is ook een keer heel specialistisch werk. Hè? Dus ik denk dat we straks al de helft van de borend Nederland, om maar zo te zeggen, hebben wij straks op onze brug staan. En hoe gaat het project? Het gaat goed. De planning is wel krap voor de tweede fase. Maar we werken hard om gewoon de planning te halen elke dag. Als die gaten geboord zijn, dat zijn er in totaal meer dan 40.000. Dan brengen we 15 kilometer extra staal aan in dat beton. Dat storten we weer af. Maken we het beton weer netjes dicht aan de bovenkant. Leggen we het asfalt weer nieuw erop. En dan is de brug weer klaar voor de toekomst.